Voorzitter, dank u wel. HBU moest en zou destijds verkocht worden aan de Deutsche Bank. Een gezonde zakenbank werd vrijwel voor niets weggegeven omdat het moest van Brussel, met Nelly Kroes voorop. En nu zien we de gevolgen. De klanten hadden geen keuze en kregen slechte service op de koop toe. En nu worden ze door de Deutsche Bank uitgekotst. Ze zijn niet goed genoeg meer. Bent u een kleine ondernemer, dan bent u niet langer meer welkom. Hebt u als particulier minder dan 1 miljoen? Jammer, maar helaas. U kunt op zoek naar een andere bank. Deutsche Bank is niet langer de geschikte bank voor u. Van de 23.000 voormalige ABN AMRO klanten heeft Deutsche Bank er 18.000 een dergelijke brief gestuurd. Dit komt neer op 78%. Je vraagt je af of de Deutsche Bank in zijn bol is gestegen. Of ze zich dit niet eerder hadden kunnen bedenken. Overigens klopt het dat de ABN AMRO alle HBU-klanten terug wil nemen, zo vraag ik aan deze minister. De klanten willen niets meer en niets minder dan gewoon bankieren en een degelijke dienstverlening. Maar dit is kennelijk te veel gevraagd. Tot overmaat van ramp hangt de klanten nu ook nog een boete boven het hoofd. Een boete voor vervroegd, weliswaar gedwongen, maar toch vervroegd aflossen. Hebben de Duitsers soms een steekje los? Heeft de minister hierop gereageerd? Het moet toch niet gekker worden? Eerst een gezonde bank op bevel van Brussel gratis en voor niets weggeven aan een Duitse concurrent, die vervolgens de krenten uit de pap vist en de rest van de klanten weer dumpt in Nederland met boete. Zijn hier afspraken over gemaakt en hoe gaat de minister dit blokkeren? Reeds in 2009 diende de PVV een motie in waarin de regering werd verzocht af te zien van de verkoop van HBU aan de Deutsche Bank. We zagen toen al dat dit een hele domme en kostbare beslissing was. Maar helaas, de rest van de Kamer tekende zoals gebruikelijk bij het Brusselse kruisje. En nu, 3 jaar later, mogen wij de puinhoop opruimen. De vraag is dan ook, gaat de minister alsnog de hele overname terugdraaien en eventuele kosten hiervan declareren bij Brussel? Het was tenslotte Brussel die ons in dit debakel heeft gerommeld. De klanten hebben genoeg geleden en moeten dan ook de mogelijkheid krijgen om terug te keren naar ABN AMRO. Met een dikke excuusbrief van deze minister namens zijn partijgenoot Wouter Bos. Dank u wel. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook de PVV dankt de minister voor zijn beantwoording. Ik begrijp wel dat hij zijn uiterste best doet om de klanten zoveel mogelijk tegemoet te komen. Maar ik blijf toch het schandalig vinden dat 23.000 klanten die zijn overgenomen, die gedwongen zijn om bij de Deutsche Bank te gaan bankieren, dat die nu geconfronteerd worden met een brief waarin staat dat ze eigenlijk liever niet meer, of tenminste 18.000 van die 23.000 liever niet meer welkom zouden zijn. Eigenlijk die hele overname, en ik zei het al, in 2009 had niet moeten gebeuren. We hebben ons daar ook tegen verzet, maar helaas als enige. En vandaar de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de Deutsche Bank voornemens is 18.000 voormalige HBU-klanten wil dumpen. Overwegen dat deze klanten niet vrijwillig zijn overgestapt naar de Deutsche Bank, maar zijn overgenomen van het voormalige HBU op instigatie van de Europese Commissie, verzoek de regering om te bewerkstelligen dat alle voormalige HBU-klanten zonder problemen en zonder extra kosten kunnen overstappen naar ABN AMRO. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Ik stel vast dat het geval is namelijk het onderwerp van de beraadslagingen. Dank u wel.